inwoners van Rivierenland hebben ontzettend veel moeite met lezen en schrijven. En hiervan hebben ze dagelijks last in hun leven en ook op hun werk. Aan dit probleem wordt al heel hard gewerkt. Maar om het bewustzijn van dit probleem nog verder te vergroten, strijden vandaag in de grote digitaal strijd 10 teams van Druten en West-Maas en Waal voor dit goede doel. Want hoe meer mensen er vanaf weten, hoe beter het natuurlijk is, hoe meer eraan gedaan kan worden. Ik ben hier bij de digitaal strijd in Beneden Leeuwen omdat ik het dicté heb geschreven waar de deelnemers hier zich op hebben, hun tanden op hebben stuk gebeten. Is dat een nationaal dicté of is dat alleen voor deze regio? Nee, dat is echt voor deze regio, voor de Maas en Waal. Ja. Nou, ik vind laaggeletterdheid belangrijk omdat ik zelf uit een laaggeletterd milieu kom. Dus mijn ouders hadden moeite met lezen en schrijven, dus ik heb het aan de lijve ervaren. En ik heb dus ook gezien hoe belangrijk het is om in de Nederlandse samenleving te kunnen meedoen door goed te kunnen lezen en schrijven. En ik heb ook gezien dat je elkaar kan helpen, dat je mensen die laaggeletterd zijn kan helpen om ze over de drempel van de schaamte heen te laten stappen. Zodat ze ook mee gaan doen aan het leren lezen en schrijven. Dus dit soort initiatieven die zorgen ervoor dat we elkaar een beetje steunen om laaggeletterden onder de aandacht te brengen. Jan met de korte achternaam. De Confreres, het Velde Rappes, de Nouveau Riche, de Clever Boys met de snelle planda's en de kleine luiden, er kwam verzorgd taalgebruik met de pen naar gooien. Vooral wanneer met enige wrevel geconstateerd wordt dat de locals, comma, het Valde Rappes, comma, het Valde Rappes, comma, resumerend aan waarvan akte, comma. Dames en heren, het dicté van de Maas en Waal is bij deze in zijn geheel voorgelezen. Nou, ik heb dus dat dicté met heel veel plezier geschreven. En toen ik het begon voor te lezen aan de deelnemers, zag ik hoe moeilijk ze het vonden. En ik had een beetje medelijden met ze. Dank je. Slechts één antwoord is juist. Gaan doorgaan met vraag 5. Gaan we naar de vraag. Hoeveel Nederlanders van 12 jaar en ouder hebben nog nooit internet gebruikt? Zijn dat A, 600.000 Nederlanders, B, 900.000 Nederlanders, C, 1,2 miljoen Nederlanders of D, 1,5 miljoen Nederlanders? Nog nooit internet gebruikt. Kent u die tijd nog? Goed, de jury is tot een oordeel gekomen, of een oordeel daar. Er is een uitslag. Het was geen gelijke stand.
Ik geef gauw het woord aan de voorzitter van de jury bij deze, om ons te vertellen wie deze grote digitaal strijd in het land van Maas en Waal, in ieder geval op deze locatie, heeft gewonnen. Bert. Dankjewel. Ik moet zeggen van, de jury had het dt al eerder gelezen en we zeiden tegen elkaar van, als je het gelezen hebt, dan valt het wel mee. Als je het van tevoren had gezien, dan denk je, oh, het valt inderdaad wel mee. Als je inderdaad alleen maar gaat luisteren, dan wordt het al lastiger, zelfs als je het al gelezen hebt. Dus in die zin was het wel goed. Dan de battle. Even, want daar wil ik wel iets over zeggen. De battle heeft een paar keer gesommeld. Bij de eerste vraag dachten we van nou, blijft het dezelfde stand. Toen ging bij vraag 4 werd er gewisseld, bij vraag 8 werd er gewisseld, bij vraag 18 vond de laatste wissel plaats. En toen de eindstand of de stand na de battle was 1 Spon, 2 Bart van Kraai, 3 Taal Kabaal. Maar toen kwam het dicté nog. En voor de helderheid, nummers 1, 2 en 3 stonden absoluut niet bij 1, 2 en 3 bij de dicté. Het beste dicté is gemaakt. Dat wil niet zeggen dat ik daarmee op de eindstand kom, maar ik wil even. Het beste is het dicté gemaakt door Wild West Maaswaal. Dus in die zin wil je zijn en ik denk dat we één zijn, dan had je ooit. Ja. De beste individuele deelnemer van het dicté was Marjorie. Ja. Met 9 fouten. Op nummer 3 is geëindigd Taal Kabaal. Bart van Kraaijhoek. Ze worden Spon. De drie in de eindstand waren ook de drie van de battle. Dat wil zeggen dat het verschil heeft niet het dicté gemaakt. Maar de winnaars van het dicté waren toch echt andere als de winnaars die nu hier staan. Dus ja, in de battle heb je niet veel punten gespeeld. En in het begin stond je echt mee bovenaan, hoor. Ja, dat is